Al die mensen die niet kunnen luisteren, die niet kunnen lezen, die nooit hebben nagedacht, die allerlei kletskoek beweren. Dat is zo vermoeiend om daar iets aan te doen. Ik ben geen socialist, die bestaan al weet ik hoe lang niet meer. Leest u nou, heet deze meneer? Johan. Johan, heeft hij geen achternaam? Even kijken, Johan de Vries heet hij. Johan de Vries, lees nou eens wat over politiek, zodat u begrijpt wat zo'n beetje de grote stromingen zijn in de politiek. In plaats van dat u met deze lul, ook weer die bekende kinderachtige lulkoek, salonsocialist. Het Van Rossem, kunt u mij horen? Ik weet niet of je het gelezen hebt, maar er zijn steeds minder Britten die achter de Brexit staan. Het land verkeert ook best wel in wat problemen. Ja, het lijkt wel of jij, Maarten, een vooruitziende blik hebt gehad, want we hebben het hier eerder over gehad. En de podcast waarin dit onderwerp ter sprake komt, vind je in de show notes. Dus mocht je het interessant vinden om dat nog een keer terug te luisteren, check het hier beneden. We gaan het in deze aflevering hebben over de excuses. Er is zelfs iemand, Maarten, die aan jou excuses wil aanbieden. Maar eerst maar eens eventjes, ja, die soap rondom die excuses. Hoe heb je dat gevolgd? Ja, ik mag dan natuurlijk... vorige keer hebben we er al over gelachen. En ik geloof dat dat eigenlijk niet de bedoeling is. Dit moet bijzonder serieus worden genomen. Maar dat is bij de operetten die ze er tenslotte met z'n allen van gemaakt hebben, is dat wel bijzonder moeilijk geworden langzamerhand. En ja, ik moet je zeggen dat ik bij een lezing, zal niet zeggen waar en hoe, maar heb ik nu 2 of 3 keer gevraagd wat het publiek vond van het aanbieden van de excuses en de wijze waarop dat gegaan is. En ik kan je wel zeggen dat ik weet niet of je mijn publiek kunt vergelijken met, hoe heet dat ook alweer, de wisdom of the crowds. Maar ik kan je zeggen dat er voor de excuses en zeker ook de wijze waarop heel weinig sympathie bestaat in Nederland. Volgens mij komt het ook door het geld wat ze willen hebben. Of het getoetst is in opinieonderzoek, maar het is niet een zaak A, waar mensen warm van lopen, B, die ze eigenlijk ene klap kan interesseren, en C, het is allemaal wel erg kinderachtig gemaakt van beide kanten. Maar dat is niet de groep waar het om gaat, hè, die jouw publiek? Nee, dat ben ik met je eens. Nee. Het aantal Surinamers wat in mijn publiek zit is meestal beperkt. Ze zijn er wel. De Surinamers die natuurlijk na de zelfstandigwording van de staat Suriname naar Nederland zijn gekomen. Toen dacht ik ongeveer de helft van de hele Surinaamse bevolking heeft het heel goed gedaan in Nederland. Ja. Dat integratieproces, vooral natuurlijk omdat ze Nederlands spraken en spreken, is dat heel gunstig en vlot verlopen bij mijn weten. Ja, maar de argumenten die ze aandragen is, je kunt niet eenzijdig excuses aanbieden. Daar zit wel wat in, toch? Ja, maar ze zijn wel in zeurpieterij vervallen, moet ik je eerlijk bekennen. Wat kan het ze schelen? Het gaat hier om een symbolische daad, niet waar? Ja, zij willen er ook graag een praktische daad aan koppelen. Met name omdat we de staatsschuld, voor zover je daarvan spreken kunt, van die Caribische eilanden en Suriname kwijt gaan schelden. Kwijtschelden, precies. Dat gaat het niet van komen. En herstelbestalingen willen ze ook nog. Ja, daar gaat het ook niet van komen. Ik geloof dat Rutte dat ook al met zoveel woorden duidelijk heeft gemaakt. Ik had het aanvaard zoals het aangeboden wordt. Nogmaals, het is symbolisch. Je weet hoe ik erover denk. Ik vind het flauwekul en in essentie betekenisloos, omdat het zo simpel is. Je kunt overal wel excuses voor aanbieden natuurlijk. Ik heb zelf, dacht ik, alles eigenlijk uit de grond van mijn hart excuses aangeboden voor de hele wereldgeschiedenis die toch van God vergeten ellende aan elkaar hangt, laten we wel wezen. Wij zitten hier nu rustig en veilig in zo'n autootje, maar dat is eigenlijk een uitzonderingssituatie als je kijkt naar de ellende die de wereldgeschiedenis voor mannen, vrouwen, van alle soorten en kleuren met zich mee heeft gebracht. Daarvoor mijn excuses. Nee. Maar je hebt niet meer begrip gekregen voor het standpunt van de nabestaanden van de tot slaaf gemaakt? Nee, zoals gewoonlijk. Ik had dat ook al bij het Zwarte Piet de boel. Ik vond de voorstanders van Zwarte Piet en de tegenstanders van Zwarte Piet even kinderachtig. En dat vind ik in deze situatie eigenlijk weer. Dat je zegt, ze hebben er samen een farce van gemaakt. Kijk, het was al in mijn ogen een farce. En nu hebben ze een farce gemaakt met kersttakken erbij en ballen. En misschien kunnen we nog een paar keer Jingle Bell zingen. Een klote liedje ook, hè. Maar nee, het is treurig om het aan te zien. Sint Maarten zegt, wij aanvaarden de excuses niet als ze worden aangeboden. Ah, Mijn best. Ik zit er absoluut niet mee. Ja. Jongens, gefeliciteerd ermee, Sint Maarten. Het is ook maar een half eiland, zoals je weet, hè. Zouden de Fransen, die zitten op de andere helft van het eiland, toch? Deel is Frans, deel is Nederlands. Ja, zou dat nog gecoördineerd zijn, dat Macron ook nog naar Sint Maarten moet om Franse excuses aan te bieden? Nou, dat is een goede vraag. Volgens mij, die Fransen, dat zijn helemaal geen excusesaanbieders. He, die hebben meer de neiging om van, wees blij dat jullie er met ons gekoloniseerd zijn. De belangrijkste natie op aarde. Ja. Bij wijze van spreken. Maar mensen zeggen 1 juli, dat is een belangrijke dag. Doe dan de excuses. Stel het eventjes uit. Dan is al heel veel opgelost, heb ik het idee. Maak het uit. Nog helemaal geen reet. Het is normaal. Het is een symbolische daad. Ja. En Rutte doet nog een beetje geheimzinnig, hè, van wat er nou precies gaat gebeuren. Ja, dat zou ik ook doen als ik hem was. Erg interessant is het niet. Dus maak je toch maar een beetje interessant door net te doen alsof je nog niet weet wat je gaat zeggen. Ja. En hoe je gaat zeggen. Of hij misschien nog een dansje erbij doet of misschien een heel leuk indianen hoofddeksel op zal doen. Ik heb geen idee. Ja. En Kaag is natuurlijk nog eventjes geweest om de plooien glad te strijken. Kaag moest naar Suriname. Ik hoop dat ze rustig heeft kunnen werken in het vliegtuig. Maar volgens mij is dat wel gewaardeerd. Want die man zijn er niet op. Ja, dat is duidelijk. Want Kaag is natuurlijk vicepremier en Kaag is minister van Financiën. Het is duidelijk dat ze heel gevoelig zijn voor de mate van deftigheid en aanzien van de persoon die komt. Ja. Dat zal ook de reden zijn dat ik niet uitgenodigd ben. Maar ze zeggen, we willen officieel geïnformeerd worden. En dan, dat is voor ons belangrijk. Ja, en als we dat doen, dan is er weer wat anders. Ik ben er vast van overtuigd. Oké. Nogmaals, beide kanten hebben er een farce van gemaakt. Het is een farce. En nu weten we allemaal dat het een farce is. Ja. Ik denk dat was niet nodig geweest, overigens. Nee, ik denk wel dat we er nog niet mee klaar zijn. Want volgend jaar is natuurlijk dat grote herdenkingsjaar. En daar wordt er veel meer hierover verteld. Ook mijn best, ze vertellen maar. Ook dat gekke gedoe. Dat er nooit onderzoek naar gedaan is. Dat we nauwelijks weten wat er gebeurd is. Ja, ik heb dat al vaker gezegd. Dat is gewoon flauwekul. Ja, dat komt natuurlijk ook omdat de media het geheugen van een week hebben ongeveer. En alles wat daarvoor zich heeft afgespeeld al lang weer vergeten zijn. Ik moet zeggen dat Nieuwsuur heeft wel heel gedegen hierover bericht. Mijn probleem is natuurlijk wel dat ik 's avonds werk en niet naar de televisie kijk. Ja. Maar zij zijn bijvoorbeeld ook naar de kindjes toe gegaan op Sint Maarten en hebben gezegd, of volgens mij Suriname, en hebben gevraagd van wat vind je daar nou van? En toen zeiden ze, ja, wij hebben het niet meegemaakt, maar onze ouders en overgrootouders vinden het belangrijk, dus daar moeten ze wel naar luisteren. Ah, die kinderen waren kennelijk ook goed voor ingefluisterd, als ik het goed begrijp. Nou, die indruk had ik niet toen ik het zat te kijken. Hoe oud waren ze dan? Ja, ik denk basisschoolleeftijd. Dus wat zal het zijn? Groep 7, 8? Wat ben je dan? 12, 13? Nou, ik weet niet of dat niet voorbereid is, maar goed. Oké. Ik ben er niet direct van overtuigd van de historische kennis van 12-jarigen op Sint Maarten. Maar laat ik het dan nog anders vragen. Er wordt ook gezegd van, we vinden het belangrijk om het verhaal te vertellen. Hè, wat heel veel mensen niet meer kennen, over het slavernijverleden. Zie je daar voor jezelf als historicus nog een rol? Want dat zou jij natuurlijk goed kunnen duiden en vertellen. Zodat we ik zie daar voor mezelf helemaal geen rol. Ik weet er heel weinig van, laat ik dat opstellen. Daar kun je natuurlijk een boek over lezen. Ja, daar kan er een boek over lezen, maar ik zie dat helemaal niet als mijn taak. Nogmaals, dat is door allerlei lui die er heel goed in zijn. Er zijn boeken geschreven, er zijn in Nederland tal van deskundigen op het gebied van de slavernij. Ik hoorde overigens laatst ook weer iemand zeggen dat onze hele welvaart te danken was aan de slavernij. Dat is onzin. Dat is echt volledige onzin. Daar moeten we weer vanaf. Daar zie je hoe zo'n lopend proces, wat natuurlijk sterk gestuurd wordt door allerlei modieuze sentimenten, ook weer leidt tot kletskoek. Maar goed, dingen waar jij in geïnteresseerd bent, ga je in verdiepen. Maar hier ben je dus niet in geïnteresseerd. Je wil hier niet in verdiepen om dit te vertellen. Nee, ik zie hier eigenlijk voor mij geen speciale taak weggelegd. Nogmaals, er is veel werk aan gedaan. Er is zeer omvangrijk over gepubliceerd. Ook Engelstalig, ook in Nederland. Er zijn ook leraren geweest die hun leven eraan gewijd hebben. En nee, nogmaals, het wekt niet de indruk wat steeds gebeurt, dat er nooit enige belangstelling voor geweest is. Dat is echt allemaal onzin. Ja, maar goed, het is nu zoveel jaar geleden en dan wordt er altijd terug. Ja, dat is die afschaffing van de slavernij waar we laat mee waren in Nederland. Dat kunnen we nog wel even zeggen, ja. Maar goed, de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden ook ieder jaar herdacht. Ja. Dat is ook ieder jaar ben ik een bekend holocaustdeskundige? Nee, dat ben ik niet. Vind ik dat bijvoorbeeld de Russische krijgsgevangenen die ze een miljoenvoudig hebben laten verhongeren ook wel wat meer aandacht zouden moeten hebben? Als het gaat over de Tweede Wereldoorlog, ja, dat vind ik wel. Maar nogmaals, ik kan niet, hoe leuk het ook is in dit fijne studiootje. Ja. De hele wereldgeschiedenis kunnen we hier niet gedetailleerd doornemen. Nee, dus dat is ook meteen een oproep. Het is noodzakelijkerwijs vaak suggesties van de luisteraars. En die worden eigenlijk alleen opgepikt als ik het ook leuk vind. Ja, ik had nog een lijstje gekregen van Tommy Klein. Die zit in Rotterdam en die is heel assertief. Dus die stuurt iedere keer een lijstje. Hij heeft nu ook weer heel veel dingen gestuurd. Even kijken waar we hem hebben. Ja, beste Maarten, de Beeldenstorm. Daar zou ik wel wat over willen horen. Ah, de Beeldenstorm, ja. En Willem III en Mary van Engeland en het effect op de politieke stabiliteit in Europa zou ik ook willen horen. En de Unie van Utrecht wil die graag wat over horen. Ja, dat is allemaal dus de vroege republiek, als ik het goed begrijp. Ja, politionele acties in Indonesië zou die graag willen horen. Ah, ja, natuurlijk ons koloniaal verleden. Ja, oorlog in Korea, als het kan, met de rol van Nederland daarin toegelicht. En de Molukse treinkaping. Oh, jongen, dat is wat, zeg. Molukse treinkaping, ja, dan heb je nog steeds toch die... is er opdracht gegeven over, was het ook weer om die lui dood te schieten, ja of nee? Nou, dat ze al gecapituleerd hadden, zo'n heet hangijzer, wat ik... Ja, ik heb die stukjes in de krant gelezen, ik kan het totaal niet beoordelen. Politionele acties, daar is tegenwoordig natuurlijk... Ook daar geldt, toen ik studeerde, werd daar... Iedereen wist dat dat zo was. Iedereen wist ook, volgens mij, zeker ook omdat die Vietnamboel toen speelde, dat dat eigenlijk hetzelfde soort effect is. Dat je heel makkelijk bij het onderdrukken van dit soort van nationale opstanden, als je het zo wil noemen, weldadige nationale opstanden, terechte opstanden overigens, dat vaak volledig uit de hand loopt en dat leidt tot oorlogsmisdaden. Zonder meer. Dat was toen ook bekend. Het is niet zo dat nu pas... Hoe is het mogelijk door Amsterdamse werkgroepjes ontdekt is? Nee, zo is het niet. Zit er hier iets tussen in dit lijstje waarvan je zegt, dat zou ik wel nog wel willen doen? Ja, moet je het nog een keer voorlezen. Ah, dat stuur ik het je wel op, daar komen we wel een keer op terug. Ja, mail het maar even, dat is handiger. Ja, dat is goed. Hey, maar dan nog één vraag van iemand, eigenlijk meerdere luisteraars, die zeggen, ja Maarten, heb je niet een gebrek aan inlevingsvermogen? Want we horen je rondom dat slavernijverleden helemaal niet over de mensen die het dus wel belangrijk vinden. Nee, dat gun ik ze graag. Ik verbied het niet. Ik heb alleen gezegd wat ik ervan vind. Ja. Dat ik het geven van excuses voor dingen die je zelf niet hebt gedaan, dat ik dat een onzinnige en principieel onjuiste activiteit vind. Mm. Niets, er is geen sprake van een gebrek aan inlevingsvermogen. Dit is diezelfde lulkoek als die ik te horen kreeg met 9-11. Ik probeerde uit te leggen wat het eigenlijk was. Niet het begin van de Derde Wereldoorlog, maar een aanslag door terroristen, nietwaar, met relatief simpele middelen uitgevoerd. En dan krijg je ook altijd het verwijt, ja, maar vind je het dan niet erg? Ja, ik vind het wel erg, maar hoe ga ik dat laten merken? Zei ik thuis tegen wie er maar horen wilde. Waar maakt het uit, een paar duizend doden, dat kan me geen bal schelen. Goh, doe dat nou? Nee, natuurlijk. Maar men vraagt altijd emo-tv en hier vraagt men emo-podcast. De hele wereldgeschiedenis is één lange lijdensgeschiedenis. Hè? Moet ik eerst, voordat ik dan zo'n onderwerp aan de orde stel, denken, Tom, ik heb erover. Ik heb erover gedacht. Ik kan het gewoon geestelijk niet. Nee, dat is flauwekul. Ja, ik vind het heel erg. Moet ik me inleven in alle ellende van de wereldgeschiedenis? Nee, dat kan ik niet. Nee. Dus je zult er lees een goede roman erover. Op dit terrein is literatuur vaak heel waardevol. Ja. Ander onderwerp dan. De Nederlander van het jaar is bekend. Heb je die? Ja, die is bekendgemaakt. Weet je wie het is geworden? Ja, Time heeft een beetje van Time afgekeken. Want dat was Zelensky natuurlijk, dat lag voor de hand. Ja, die was ook genomineerd hier in Nederland. En ook de BBB-mevrouw, die was ook genomineerd. Oh, kijk aan. Max Verstappen geworden. Het gastgezin. Gastgezin. Nou heb ik begrepen dat vaak helemaal misgelopen is met die gastgezinnen. Hè? Dat dan allemaal moeilijke ruzies en twist. Ik bedoel, de mensen die de Oekraïners welkom hebben geheten, neem ik aan. Het zijn er zo'n 1400 in Nederland, begrepen. Ah, nou hartstikke mooi. En ze worden geprezen. Volgens mij heeft EW dit georganiseerd. En die hebben gezegd van zonder dat de politiek er eigenlijk aan te pas komt, hebben deze mensen hun verantwoordelijkheid opgepakt en hebben ze dus hun huis geopend voor deze mensen. Hartstikke mooi, ja. En daar worden ze nu voor geprezen. Ja, prachtig, het gastgezin. Ja. Wat vind je ervan? Vind je het terecht? Nou, ik vind de hele keuze van de man van het jaar, de vrouw van het jaar, het kind van het jaar, de invalide van het jaar, het gastgezin van het jaar, de tandarts van het jaar, dat vind ik allemaal volstrekte flauwekul. Maar goed, als mensen het lollig vinden, laten ze vooral hun gang gaan. Oké, maar vind je niet dat deze mensen wel een keer in het zonnetje gezet mogen worden voor alles wat ze doen? Ja, ik weet niet hoe je 1500 gastgezinnen in het zonnetje gaat zetten, eerlijk gezegd. Nou, door ze te portretteren en daarin. Stuur ze liever een taart, daar heb je wat aan. Nou, misschien gebeurt dat ook wel. Een echte lekkere gastgezin taart. Ja, maar deze mensen hebben natuurlijk wel gedacht. Kijk, jij hebt ook duidelijk aangegeven, ik doe het niet. Ik wil niet zo iemand in mijn huis hebben. Nee, ik vind het een aanslag op mijn privacy. Ja, maar deze mensen doen dat dus wel. Ja, ik geef toe, dat is puur 100% egocentristisch denken mijnerzijds. We woonden daar aan de overkant hier in een ruim huis. Ik vertelde net nog aan de buurman dat er masterskamers zijn waar ik nooit kom. Ja, dat is verschrikkelijk in allerlei opzichten, maar mijn privacy is mij lief. Ja, maar je zou natuurlijk wel een Oekraïner daarin kunnen zetten. Tijdelijk hebben we wel eens iemand in huis gehad, dat beviel me al helemaal niet. Dat was iemand die je kende of ook iemand die je... Ja, precies. Ja, ik ga niet uit tegen wie of hoe of wat, maar ik vind dat lastig. Oké, maar je zou ook prettig kunnen samenwerken. Zij zouden voor je kunnen koken en de was kunnen doen eventueel. Moet er niet aan denken. Dus zeg maar, je geeft wat en je neemt wat. Ja, geweldig. Ik juich het van harte toe. Iedereen laat ik gerust in. Er is in alle vrijheid om dit te doen. Maar ik niet. Oké. Maar dan nog eventjes de vraag wat mensen ook vragen. Maarten, terecht dat zij in het zonnetje worden gezet, deze mensen? Want jij zegt, want er is iets misgegaan. Wat is er dan misgegaan? Nou ja, ik heb allerlei vreselijke verhalen in de krant gelezen van mensen die dan eerst met de beste bedoelingen iemand in huis hadden gehaald. En vervolgens bleek dat dan te ontsporen, dat fenomeen. Dat zal waarschijnlijk een heel klein percentage zijn geweest, maar dat is wel een risico wat je loopt. Ja, er wordt wel gezegd dat er een incompatibiliteit des humeurs zich ontwikkelt en dan zit je met een probleem. Ja, want je hebt ze niet zo snel het huis uit. Nee. Ja. Zegt dat wel. Er wordt gezegd... Je kunt ze ook maar niet zo het huis uitgooien. Dat kun je ook niet maken. Nee, dat is natuurlijk ook niet humaan. Nee, dat kan niet. Wie is van dat op zijn Nederlands wordt dit genoemd? Ja, dat is ook iets, hè. Ik heb begrepen dat dit in de tijd ook al in 2015... dat er in Amsterdam met name meer mensen zich aanboden om mensen op te vangen dan er mensen waren die ze op moesten vangen. Dus dat, ja, kennelijk is dat er bestaan die gevoelens op betrekkelijk grote schaal in Nederland. Omgekeerd bestaan ze natuurlijk ook. De mensen die liefst geen enkele vreemdeling in Nederland wensen te dulden. Nee. Dat lijkt mij onzin. We zijn altijd een doorgangsland geweest. Hoe heet dat? Een transitoland zijn wij. En daar zijn we wel bij gevaren. Ja, er zijn toch veel mensen die vinden het bij jouw imago passen dat jij zo iemand in huis neemt, zie ik aan de verschillende mensen. Vinden ze dat? Dan hebben ze wel een heel verkeerd idee van mijn imago. Ik ben nog in allerlei opzichten erg op mijn privacy gesteld. Ik vind het belangrijk dat ik veel en vaak en lang met rust gelaten word. Ik heb behoefte aan sowieso in mijn dagelijks leven een flink aantal uren dat je in je eentje iets kunt doen. Of dat nou is lezen of weet ik veel, schrijven, wat dan ook maar. Ja, dat vind ik allemaal heel belangrijk. Ja. Ik ben niet van nature een uitgesproken mensenvriend. Nee, dat ben ik helemaal niet. Ik vind mensen prima. Maar ik word bijvoorbeeld van menigtes en zo ook al een beetje ibel van. Ja, ik ging laatst hier naar de Schouwburg. En goed, dat was een uitverkochte zaal. En ja, dat zijn 900 mensen als ik het wel heb. En nou, dan sta je in zo'n menigte. Een dampende menigte. Dat is mijn liefhebberij helemaal niet. En dan zit je in het midden op zo'n stoeltje met allemaal mensen om je heen? Ja, nou goed, als ze maar zitten, dan valt het wel mee. Maar dat is ook zo wat. Ik realiseer me dat nooit zo erg. Omdat ik zelf natuurlijk wel eens naar het theater ga, maar om hele andere redenen en dan op een andere plek mij bevind in het theater. Maar dat als je in me zit en je bent wat vroeger, dat je dus 23 keer op moet staan voor al die mensen die dus net precies ook in die rij moeten zitten. En die in het midden of aan de andere kant of weet ik veel wat. Nee, lieve luisteraars. Jij zei dat het bij mijn imago past om... Ja, even iemand zegt hier, volgens mij is het Johan, die zegt... Ja, Maarten is een stadssalonsocialist. Ja, dat ben ik, zeker. Socialist ben ik overigens helemaal niet. Moet ik dat nou nog eens een keer bestrijden? Jongen. Al die mensen die niet kunnen luisteren. Die niet kunnen lezen. Die nooit hebben nagedacht. Die allerlei kletskoek beweren. Dat is zo vermoeiend om daar iets aan te doen. Ik ben geen socialist, die bestaan al weet ik lang niet meer. Ik ben een sociaaldemocraat met liberale inslag. Ik ben een liberaal met een sociaal-democratische inslag. Dat ben ik. Dat is iets totaal anders. Leest u nou, heet deze meneer? Johan. Johan, heeft hij geen achternaam? Even kijken, Johan de Vries heet hij. Johan de Vries, lees nou eens wat over politiek. Zodat u begrijpt wat zo'n beetje de grote stromingen zijn in de politiek. In plaats van dat u met deze lul, ook weer die bekende kinderachtige lulkoek, salonsocialist. Ik heb hele uitgesproken goed gefundeerde politieke opvattingen. Dat betekent niet dat ik vanwege die opvattingen in een verplaatsbare kartonnen caravan in de polder moet gaan wonen. Nee, zo zit het ook niet. Wat is eigenlijk jouw definitie van een socialist? Want die bestaan eigenlijk toch nog wel bij de SP? Nou, ik weet niet of die... Jij hebt daar een marxistische vleugel, maar die ligt steeds overhoop met de centrale leiding van de partij. Dus hoe dat zit, dat weet ik niet precies. Maar ze romen hun salaris toch af? Een socialist is een voorstander van een systeem waarbij een planmatige economie functioneert onder leiding van een planmatig draaiende overheid en waarbij de productiemiddelen in handen zijn van de gemeenschap, lees de overheid. Dat is socialisme. Sociaaldemocratie is iets fundamenteel anders. Ja, waar kennen we socialisme? Waar zien we dat nog ter wereld? Cuba? Nou ja, ik zou zeggen Noord-Korea, Cuba ook wel. Ja, dat denk ik. En daar heb je wat restanten. Maar in feite is het socialisme in zijn traditionele vorm zo failliet als een oude deur. Ja, ja. En nou goed, maar bijvoorbeeld in Engeland heb je natuurlijk dat toen Labour aan de macht kwam in de jaren 40, tweede helft jaren 40, een groot deel van het productieapparaat is genationaliseerd. Dat is 30 jaar later, toen bleek dat het allemaal totaal niet functioneerde, weer gedenationaliseerd. Er zijn ook nog vragen van mensen die zeggen of de vergelijking tussen Churchill en Zelensky terecht is, omdat Churchill in 1940 ook... Ja, wie is er niet met Churchill vergeleken? Ja. Ja, Churchill is een held en wat mij betreft is Zelensky ook een held. Omdat ze de mensen toespreken en moed inspreken. Ja, en goed, dan heb je ook weer een hele brigade tegenwoordig die zegt, die Churchill is een vuile koloniale onderdrukker, racist. Nou ja, gaan ze maar door, dat was die ook. En tegelijkertijd op het moment dat hij echt iets nuttigs voor de mensheid kon doen, namelijk, nietwaar, in die treurige dagen, voorjaars- en zomerdagen van 1940, was hij een man die de moed erin hield. En dat is een daad van grote verdiensten geweest. En dat doet Zelensky nu ook, hè? Onder zeker, ellende, ja. Dat is heel knap als je dat kunt. Dat je daar de drager bent van, hè? We zullen ze leren. Ja, het gaat nu slecht, maar je zult zien, we zullen ze leren. Ja, ja. En de Russen zullen hem toch wel willen uitschakelen? Ja, al die vergelijkingen. God, lijkt iedereen met een snor op Hitler? Nee. Ja, die vergelijking, dat gaat nooit op. Dat is het probleem. Het zijn hele totaal verschillende persoonlijkheden, situaties. De geschiedenis is een complex systeem. L'histoire repete, nee, dat doet hij nou juist niet. Nee. Oké, dus de vergelijking niet terecht wat jou betreft? Omdat, nee, niet echt. Nee. Hey, en er zijn nog berichten dat Poetin nog een keer met zo'n konvooi naar Kiev toe wil, hè? Dus er zijn mensen die zeggen, ontstaat er dan weer een file daar bij Kiev? Nou, ik las een enorm interessant stuk in die Economist, daar hebben we nu geen tijd meer voor. Maar dat moeten we volgende week maar eens behandelen. Wat is precies de toekomst van het Oekraïense conflict? Of van het conflict in de Oekraïne. In Oekraïne, en daar word je ook steeds op gewezen. Ja, ik weet het. Belgische Congo, nee, Congo-Brazzaville. Nou, het is een hopeloze zaak. Oké. Doen we dat volgende week? Ja, want dat was een heel interessant stuk. Omdat daar en Zelensky en zijn chef-staf en zijn belangrijkste militaire bevelhebber uitgebreide informatie verstrekken, waarbij je natuurlijk als lezer toch denkt van, dit is natuurlijk deels ook gericht aan de Russen. Ja, hè? Dus het is de strategie. Ja, daar moet een element van strategie in zitten. Anders ga je niet uitgebreid, gedetailleerd uit de doeken doen hoe je al zo denkt over de huidige stand van het conflict en wat je verwacht van de tegenstander. Precies. Dus hoe betrouwbaar is het? Zit daar ook in? Ja, dat zou je wel willen weten, toch? Ja. Maar goed, dat gaan we volgende week doen. En dat Poetin dus weer met dat konvooi daar naartoe wil, kan ook een misleidende info zijn. Om misschien ze af te leiden. Dat kan. Ja, ze zijn natuurlijk beide bezig met boodschappen uit te zenden die deels een misleidend karakter hebben. Ja. Niet per se helemaal misleidend zijn, maar die, waarbij je natuurlijk toch probeert, al was het maar om te peilen, hoe de andere partij daarop reageert natuurlijk. Ja. Had je ook gelezen dat Poetin in Azië mensen aan het ronselen is om mee te vechten? Nee, ja, hij zal dan aan het ronselen blijven. Ja, de vraag is of ze dat willen. Zorgen dat ze goede sokken hebben. Ja, dat ze het niet koud krijgen. Ja, daar stond ik ook een heel stuk over hoe erg het is om het koud te hebben. En het schijnt dat die Oekraïners goed toegerust zijn voor koude situaties. Okay. Je moet er toch niet aan denken. Ik vind dit dan niet te harde hier in Nederland. Ja, maar het wordt wel warmer weer. We hebben allemaal van die waardeloze winters gehad. Niet waar, er stond een stuk in de krant over kerstdagen waarop het 16 graden was. En dan worden we vergast, net nu we het niet kunnen gebruiken, op in ieder geval al een week van een zodanige koude, hè, dat er lange afstand schaatswedstrijden gehouden kunnen worden. Nou, dan weet je al hoe laat het is natuurlijk. We hebben nog iemand die wil haar excuses aanbieden aan jou. Dat is Sarah Terbeke, zegt: ik wil graag mijn excuses aanbieden voor het feit dat ik altijd een verkeerd beeld van u heb gehad. Op tv vond ik u altijd maar een brommige oude man, naar wie ik nauwelijks kijken kon, tot ik in maart van dit jaar een dochter kreeg en jullie podcast 's nachts ontdekte. Ik ben helemaal gefascineerd geraakt door Maartens verhalen en kennis. Zodra een aflevering verschijnt, luister ik deze en ook oude afleveringen. Tussen het voeden en wiegen door luister ik naar Maarten. Bedankt voor het opleuken van de zware nachten, zegt Sarah dus. Heel fijn, ja. Ik moet zeggen dat haar eerste indruk van mij, namelijk dat ik nogal een mopperige oude man ben, die was ook volkomen juist. Maar ja, niet altijd. En hier hebben we de tijd. En ja, dat ligt. Kijk, wat veel mensen ook vergeten, bij die tv word je uitgenodigd om te mopperen te komen, om mopperen over iets. Je hoort nooit aan de telefoon van de redactie van: zeg, zou nou zo leuk zijn als jij nou naar zo'n tentoonstelling gaat en dat je dan eens echt laat horen hoe leuk, hoe fijn die tentoonstelling is. Nee, dat hoor je nooit wat over. Ik heb trouwens nog een leuk fragment opgestuurd gekregen van iemand die vaak naar deze podcast luistert. En die deelt nu een fragment van een hele jonge Maarten van Rossem, die commentaar geeft op de Golfoorlog op 20 januari 1991 volgens mij, samen met ook een hele jonge Paul Witteman. Laten we even luisteren naar een heel klein stukje. De opiniepeilingen hebben precies zo gereageerd als altijd gezegd wordt dat ze zullen reageren. He? Aanvankelijk was er in Amerika een betrekkelijk grote groep die nou niet stond te trappelen om aan die Golfoorlog te beginnen. Nu is die dan tenslotte begonnen. De president heeft zijn besluiten genomen. En dan zie je hoe men zich toch in feite sluit rond de president. Al die cijfers die we steeds op het beeld zien, dat zit boven de 80%. Waarbij dan een 9% nog bezwaren heeft tegen de gang van zaken of minder vertrouwen. Terwijl het heel duidelijk is dat daar zich een vrij scherpe verschuiving heeft voorgedaan in de afgelopen, 4 dagen. Ja. En dat is een klassiek fenomeen. Men debatteert, men heeft twijfel. Dan gebeurt er iets, er wordt oorlog gevoerd, de Amerikaanse soldaten gaan iets doen en dan sluiten de rijen zich. En dat houdt natuurlijk pas weer op als het ontzettend lang gaat duren en in het geval het laten we zeggen, echt serieus tegen zou vallen. En daarvan is tot op heden natuurlijk geen sprake. De operatie is tot op heden geheel volgens plan verlopen. Maar waar begint zoiets? Zo'n tegenbeweging? Ja, we weten allemaal hoe het bij de Vietnam-demonstraties is gegaan. Die werden steeds groter en groter. En kwamen steeds meer televisiebeelden. Er zat natuurlijk een hele andere tijdsfactor in. Mm. He, die Vietnamese zaak, dat is begonnen in najaar 62. En voordat dat überhaupt tot ons was doorgedrongen dat daar iets aan de hand was, waren we al in feite jaren verder. Het is wel leuk om dit hele fragment te bekijken. Het duurt volgens mij een half uur. Als je geïnteresseerd bent, in de show notes vind je de link en dan kun je het kijken en het hele commentaar beluisteren. En we zijn benieuwd wat je vindt van ChatGPT en de ontwikkelingen rondom deze AI-tool. Jij bent kritisch, Maarten, maar heel veel luisteraars zijn positief. De vorige aflevering gaat over dit onderwerp. Luister die even terug. Dat linkje staat ook in de show notes. En laat ons eventjes weten wat je vindt van die ChatGPT-functie en of jij daar in ieder geval brood in ziet en toekomst in ziet. Johan de Vries, lees nou eens wat over politiek. Kijk, de Volkskrant is een kutkrant. Er staat een nieuw luisterboek voor je klaar, namelijk de live podcast van afgelopen dinsdag. Amerika na de Koude Oorlog. En net is Margaret Thatcher bij Bush op bezoek en kennelijk hebben ze het erover gehad. En dan zegt Margaret Thatcher in het openbaar: "Don't go wobbly on me, George." De live podcast luister je nu terug als luisterboek via het linkje in de beschrijving. Ik ben nu 79. Denkt u dat ik het vertrek van Rutte nog ga meemaken? 2023 was een succesvol jaar voor Ali Niknam van Bunk. Zowel op persoonlijk als zakelijk gebied had hij veel succes. Ik praat met hem in de podcast Sea Level. De link staat in de show notes.